Welkom bij Joe Medemblik TV. Vandaag waren wij in gesprek met de medemblikkerschaatser Pim Schipper. We vroegen Pim of hij nu aan het terugkomen is. Ik denk dat ik... Ik heb vooral een nieuwe stap gemaakt op dit moment. Een nieuwe stap naar een nieuwe schaatsploeg. En dan zou je kunnen zeggen terugkomen. Kun je zeggen, maar het is vooral ook dat ik gewoon probeer om een stap verder te zetten. En dat ik dan dat ik in een nieuwe omgeving de stap probeer te maken naar de absolute top. Want ik zet nu de afgelopen 4 jaar heb ik progressie gemaakt. Alleen die progressie gaat niet altijd snel genoeg. Gaat nooit snel genoeg. Niet als je niet tenzij je alles wint. Maar ik denk dat ik nu bij mijn nieuwe schaatsploeg, en dat is teambeslist.nl, ga ik proberen om komend jaar een paar wedstrijden te winnen op internationaal niveau. Ja, we hebben je natuurlijk al een keer met Joe Medemblik geïnterviewd in 2008 was dat. Ja. Was je toen nog junior of was je toen al net bij de senioren? In 2008 ben ik ook geïnterviewd op Joe Medemblik. En toen was ik nog junior, zat ik in Jong Oranje. En dan heb ik 2 jaar bij mijn eerste commerciële team gezeten. Toen 4 jaar bij het team van Jack Ory. En toen was ik al best wel een goede schaatser. Deed ik mee aan de Nederlandse kampioenschappen. Stond ik ook wel bij de top 10. Maar je bent nu toch zeker 6 jaar verder. Even ruim zelfs. En je bent toch een hele andere sporter geworden. Heb je heel veel dingen meegemaakt. Heel veel ervaring gehad. En ik ben nu ook een hele andere persoon in de ploeg. Vroeger kwam ik binnen als broekie. En nu ben ik zeg maar degene die de jonge jongens wat tips meegeeft. Terwijl ik zelf ook probeer nog een grote stap te maken. Dus dat is wel heel cool. Ja, hey, en want je hebt het over broekies en leeftijd, dus ja. 25. Hoe zit je dan met je leeftijd? Ben je dan al aan je top? Of ja. hoe moet je dat zien? Waar ligt je top? Nou, als je gaat kijken naar wanneer je op je top bent op schaatsen, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de ene schaatser, Sven Kramer, die is op zijn 20ste is wereldkampioen. De andere schaatser, Steven Groothuis, wordt op zijn 30ste voor het eerst wereldkampioen. Nou goed, dan ben ik nu 25. Dus alles ligt nog open, alles kan nog. Zelfs mijn ploeggenoten Ronald en Michel Mulder. Die zijn ook, die begonnen ook op mijn 24, 25 begonnen ze pas internationaal te rijden en wedstrijden te winnen. Dus uiteindelijk alles kan nog. En ik vind het gewoon een hele mooie uitdaging om dit jaar dan weer een schepje bovenop te doen. Ja, en met het veranderen van team. Dat is voor jou bijna, als ik kijk, al beslist, bijna beslissend. Want je komt wel in een beslissende fase, denk ik. Ja, hoewel. Ja. Wat stel je daarvoor? Want je bent sprinter. Wat is jouw beste afstand? Nou, ik denk dat mijn 1000 meter de beste afstand is. Redelijk veel. En dat ik kan ook een hele goede 1500 meter rijden. Je kan ook een hele goede 500 meter rijden. En ik probeer een beetje die 1500 meter, 1000 meter, daar een beetje de focus op te leggen. Dat ik daar. Dat mijn speerpunten zijn, dat ik daar dat wie het beste ga rijden. Dat betekent dat de jongens nog past ook denk ik het beste bij mij als persoon kunnen rijden. Soms vind ik dat sprinters echt van die grillige types zijn, die alles erin kunnen gooien. En ik denk dat ik toch meer dan. Als het goed is allemaal al begrepen. Dan kan je ook geen enkele foutje permitteren. En misschien kan ik het wel heel goed. Maar ik denk dat 1000 meter meer bij me past op dat punt. Ja. Nou goed, en als je kijkt naar de beslissende fase in mijn carrière, nou goed, dat past natuurlijk goed bij beslist. Maar ik heb. 2 jaar bij mijn eerste profteam gezeten, toen 4 jaar bij het team van Jack Ory. Nou ja, en dan is het toch wel een moment dat je denkt van misschien nu een nieuwe stap maken. Een nieuwe uitdaging om dat laatste stapje wel te maken. Ja. En een van de dingen die dan nu voor mij vernieuwend zijn, is dat ik ben weer meer gaan skileren, net als vroeger. Ik heb het Nederlands kampioenschap meegedaan. Ik heb internationale wedstrijden gereden. Nou, dat ging eigenlijk, ondanks dat ik het een aantal jaren wat minder heb gedaan, zat ik toch heel dicht tegen de Nederlandse top weer aan. Dus dat is wel. Behalve dat het super, super uitdagend is en leuk omdat je rijdt, is het ook, hoe zou ik dat zeggen, wel heel tof om het gewoon weer te doen. En ik denk dat het ook heel, heel stimulerend is voor het schaatsen. Hey, en je hebt het over skileren. In Medemblik hebben we een fantastische skielerbaan natuurlijk, al vele jaren. Mede opgezet volgens mij door jouw vader. Of het is in ieder geval hier op het land van jouw vader. Nee, dat is niet op het land van je vader. Nee, dat is dus altijd wel grappig. Mensen denken altijd dat dat deze baan van ons is. Hij ligt weliswaar tegen mijn achtertuin aan, dus ik zeg altijd voor het gemak in mijn achtertuin. Ja. Maar het land is gewoon van de skielerbaan zelf. Ja. Jaren terug, toen de vormgeving van de baan bepaald moest worden, is er wel land geruild onderling met mijn vader. Ja. En hij is ook een voorstander geweest van die 400 meter baan. Ja. En ik denk dat het ook wel belangrijk is geweest en bepalend is geweest in de aanleg. En ook zeker in de aanpassingen later in de club. Hij was wel een belangrijk organisator. Maar
Ja. Het is niet zo dat het van ons is. Nee, dat snap ik. Maar goed, de baan is van Medemblik en jij bent ook een Medemblikker, ja. Dus eigenlijk is hij dan in die zin natuurlijk van ons allemaal. Ja, nou, en dat Kiel is enorm in opkomst in Medemblik. Dat is, daar kan je niet omheen, want er is ook in Wervershoven een nieuwe baan. Ja. Ik hoor allemaal berichten van dat zouden er nog meer banen moeten komen. Is het het skielen nog een, want je bent al wel bezig met skielen, maar zit dat in de weg van het schaatsen of kan je dat ernaast doen of kan je dat straks misschien juist gaan doen? Kijk, het leuke is, ik heb dus de afgelopen jaren wat minder geskielerd en ik heb nu, want dan wilde je juist heel erg concentreren op het schaatsen en dat is ook nog steeds wel het belangrijkste, maar ik denk dat, en dat is dan dit jaar de insteek en dat zie je ook als je mijn ploeggenoot Ronald en Michel Mulder kijkt, die heeft die skieler ook fulltime, ik denk dat we elkaar heel erg kan ondersteunen. En dat is ook de kracht van skileren in Medemblik en vooral vanuit de regio. Er zijn heel veel schaatsers uit onze regio die ook geskilerd hebben en dat ze daarom zo sterk zijn geworden. En dan heb je nog wel eens een misverstand dat ze zeggen van die jongen die komt uit het skileren, Jan Blokhuizen komt uit het skileren, Koen Verwij komt uit het skileren. Maar die jongens hebben altijd vroeger geschaatst en zijn ook bij Radboud gaan skileren, ja. En zijn toen nog sterker geworden. Ja. En, op die manier hebben ze die stap gemaakt. Dus ik denk dat het skileren heel erg het schaatsen kan ondersteunen. Juist. En wat dat betreft hebben we hier een belangrijke rol. Dus in het, eigenlijk ook een beetje in het verlengde van het skileren zie je topschaatsen. Dus dat is alleen maar goed. Daar kunnen we alleen maar ook extra trots op zijn. Ja. We willen jou met Jumelo graag gaan volgen de komende tijd. Jouw ontwikkelingen nog. Hè? Ik bedoel, we willen graag wel weer een keer in het interview van ons blad hebben. Ja. We zijn ons ook een beetje aan het ontwikkelen op het gebied van videografie. Ja. Dat doen we dus nu. Ja, leuk. En dat vinden we ook superleuk. Dus wie weet komen we een keertje ook met onze filmploeg naar Heerenveen. Ja, nou, in Heerenveen heb ik wel een minder mooie skielerbaan. Maar daar heb je wel een mooie schaatsbaan, toch? Daar heb je wel een mooie schaatsbaan en alle andere faciliteiten. Dus daar kan je heel goed voorbereiden op het schaatsen en op het skileren. Wij houden contact. Ik vond het superleuk je even gesproken te hebben. Bedankt voor het interview. We gaan er wat mee doen, dus dat komt goed. En wordt vervolgd. Het zij via de Jumelik YouTube kanaal, of het zij via ons blad, via de website, Facebook. Komt op de een of andere manier komt het weer terug. Patrick van Egels. Dankjewel man. Gerrit-Jan van Diepen, Leonard van Aren.